Wie heeft dit bedacht? Echt, ik vind het top. Even iets vernieuwends. Heerlijk die pastelkleurtjes. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn eigen kanaal Larissa Duin. Daar maak ik ook heel veel video's en daar maak ik ook video's waar soms wel eens een action in voorkomt. Een shoplog bijvoorbeeld. Vandaag heb ik ook op dit kanaal een hele leuke shoplog voor jullie. En dit keer is dat een beauty shoplog. En speciaal gefocust op de zomer. Dus het zijn allemaal leuke zomer beauty artikelen die ik heb geshopt. En ik kan niet wachten om ze aan jullie te laten zien. Als je ook zin hebt in deze video, doe dan nu alvast je duimpje omhoog. Dat helpt namelijk deze video enorm en ook dit kanaal. Ook leuk als je dus even straks een leuke reactie achterlaat. Wat is jouw favoriete beauty item als het gaat om de zomer? Wat kun jij echt niet missen in dit seizoen? En vergeet ook niet om even te abonneren op dit kanaal. Dan gaan we heel snel beginnen. Wat er wat mij betreft natuurlijk absoluut niet kan ontbreken binnen zo'n zomershopblog is, je raadt het misschien al, sunspray ofwel zonnebrandcreme. Ik heb deze meegenomen van Senova en dat is er eentje met factor 30, vitamine E, protectant moisture, water resistant. Dus waterproof. Nou, helemaal top. Meer lijkt me niet nodig. Alhoewel er dus echt heel veel verschillende soorten waren. Je had ze namelijk ook gewoon als cremmetjes. Dit is dus de spray. Oh, dat is niet handig. Wacht. Spray. Ja, oh. Dit ruikt altijd zo lekker, hè? Ik vind zonnebrand dus echt heel erg lekker ruiken. Maar ze hadden er ook eentje die leek wat meer op een olie. Ze hadden ook de aftersun. Ze hadden hem ook in tubetjes. Kleine verpakkingen, alles was mogelijk. Deze was €3,59. Voor aftersun heb ik dan een crème meegenomen van Nivea. En dit is een aftersun moisture nourishing balm. En wat ik wel fijn hieraan vind is dat er dus ook organic aloe vera, hyaluron en vitamine E in zit. Waarschijnlijk ruikt dit ook gewoon weer helemaal lekker. Ja, goed gekeurd. Ja, ik ben normaal dus niet zo van de aftersun, maar zo'n pot crème is eigenlijk altijd wel lekker natuurlijk. Vooral als je in de zon bent geweest en je huid wordt wat droger, dan moet je gewoon erom denken. En dan is iets met aloe vera echt een aanrader. En deze was €4,95. Dan iets heel anders, namelijk handdoeken. Oh, wacht even. Ik besef me ineens. Ik kan dit misschien ook wel als een strandlaken gebruiken. 70 bij 1,40. Oké. Niet heel groot, niet strandlaken groot, maar wel gewoon lekker. Als je naar het strand gaat of naar een zwembad in de zomer en je denkt van nou, ik wil een fijne handdoek mee. Weet je wel, gewoon eentje die wel lekker groot is, maar niet per se een strandlaken vervangt. Dan is dit dus perfect. Ik heb er 2 meegenomen, want ik haal graag alles in paren. En deze waren €6,49 per stuk. Dan vond ik dat daar ook wel meteen bij passende washandjes bij. Wauw. Ik vond dat daar ook wel washandjes bij hoorden. En dit is dan een setje van 3 washandjes. Kijk, prachtig toch, zo bij elkaar. En deze waren €2,49. Dan heb ik ook deze gezellige peel-off mask meegenomen. Dit is er eentje in een neon kleurtje. Ik neem aan neon groen. En deze is vooral bedoeld om je gezicht echt diep te reinigen en te exfoliëren. Verder zou het relaxing moeten zijn. Deze was €1,99. Dan even iets vernieuwends. Ik kwam dus deze armbandjes tegen. Ze lijken een beetje op van die Invisibobbles, maar ik denk niet dat ze bedoeld zijn voor in het haar. Dit zijn citronella armbandjes. Ik heb daar nog nooit eerder van gehoord. Maar dit is dus insectenwerend. Ja. Strong citronella fragrance. Smells for 5 to 7 days. Trendy and easy to use. Waterproof. In ieder geval, ik heb er 2 meegenomen. Een gele en een roze. Nog nooit eerder gebruikt. En daarom ben ik heel erg benieuwd als een van jullie dit wel een keer eerder heeft gebruikt. Laat dan even in de comments weten wat jouw bevindingen hiervan waren. En deze waren €0,79 per stuk. Dan vond ik ook van die dingetjes die vooral op vakantie heel erg handig zijn. Bijvoorbeeld als je een huisje huurt ergens. Een hutje op de hei of zo, weet ik het. Of als je gaat kamperen. Nou is kamperen niet echt mijn ding. Nou goed, zoals ik al zei, ook in een appartementje. Kan dit van pas komen? Dit is namelijk toilet seat cleaner. En ik zeg het trouwens alsof je het alleen maar op vakantie gebruikt. Maar ook thuis kun je dit natuurlijk gebruiken. Alleen thuis, ja, maak je natuurlijk gewoon regulier schoon. Maar dit is denk ik vooral ook handig als je dus op een camping bent of ergens waar iedereen van een openbaar toilet gebruik maakt. Ideal for traveling festivals and camping. Festivals, jawel. Ik ga deze zomer weer naar een festival. Dus daar ga ik hem waarschijnlijk voor gebruiken. Dus het is een toiletbrillenreiniger. Ja, neem je normaal gesproken natuurlijk niet echt mee of zo. Je verwacht dan dat het automatisch schoon is. Maar zo'n klein handig formaatje lijkt me echt heel erg chill om gewoon toch even in je koffer erbij te doen. Maar voor wie dat niet handig vindt, is er nog iets handigers. Althans, ik denk dat het handig kan zijn. Namelijk een toilet seat cover. Jawel, een toiletbril cover. Wegwerpdoekjes om op toiletbril te plaatsen. 10 stuks.
niet in het toilet gooit. Ik weet niet of jullie dit ook doen, maar als je dan op zo'n openbaar toilet bent, dat je dan hem eerst schoonmaakt en dan ook nog allemaal wc-papier zo op het toilet legt, dan pas durf je te gaan zitten, weet je wel. Nou, daar heb je dus nu deze doekjes voor. Moet je dan dus wel bij je hebben, maar goed, het kan ook heel goed. Je kan hem nog opvouwen, in je tas doen. Hé, ik vind dit echt heel handig. Deze was 99 cent en deze was 53 cent. Wie heeft dit bedacht? Echt, ik vind het top. Nou, en als je toiletbrilreiniger hebt, dan moet je natuurlijk ook gewoon je normale bril reinigen. Ja, toch. Dus ik heb deze ook meegenomen. Dat was echt helemaal niet logisch. Helemaal niet logisch. Maar het is wel iets wat je moet doen. Anti-fog en cleaning spray. Soms ben ik echt verbaasd over het resultaat. Dan zit ik om me heen te kijken en denk ik, is het hier allemaal blurry? Er is iets mis met mijn bril. Ja, er is iets mis met mijn bril. Hij moet gewoon goed schoongemaakt worden. Nou, voor 99 cent ga ik dat dus voortaan nog net iets beter doen. Kan ik deze zomer gewoon heerlijk alle bijtjes en bloemetjes bekijken. Dan even een product dat niet alleen maar voor de zomer of voor vakanties is, maar in ieder geval een product is waar ik echt heel erg fan van ben en die wat mij betreft gewoon eigenlijk altijd wel binnen een beauty shop nog hoort. Dit is namelijk een haarmasker van Gliss Cure en dit is echt een van mijn favoriete haarmaskers. Deze gebruik ik echt heel regelmatig. Staat er in het Italiaans op, dus ik weet niet of we hier iets uit op kunnen maken, maar laten we het proberen. Mascara Dolce I1. Olio Nutriente. Wauw, ik zeg je eerlijk, ik ben best een beetje onder de indruk van mezelf. Ik denk dat het voor droog en broos haar is, maar dat weet ik gewoon omdat ik dit natuurlijk al vaker heb gebruikt. Ja, vooral voor droog en beschadigd haar. Ja, dat heb ik. Helaas. Wanneer ik deze gebruik, heb ik altijd het idee dat mijn haar echt lekker zacht wordt. En deze is €2,99. Ja, in de zomer draag je natuurlijk vaak open schoeisel, zoals slippertjes en sandalen enzovoort. Dus dan wil je misschien je voeten ook wat meer verzorgen, wat beter verzorgen. Dus ik dacht, weet je wat, ik neem zo'n voetvuil mee. Eigenlijk nog nooit gebruikt. En dit is er eentje van Betty's. Betty's Ergonomische Voeten heeft een tweevoudige werking. De grove zijde verwijdert eelt. En de fijne zijde maakt de huid zacht en gladder. Helemaal sexy voetjes dus. En deze was €1,39. Dan nog zoiets wat je standaard van de beautyafdeling nodig hebt. En volgens mij ook wel op dagelijkse basis gebruikt. Althans, ik mag het hopen. Liefst zelfs meerdere keren per dag. Tandpasta. Dus ik heb de Colgate Fresh Confidence Refreshing Green meegenomen. En deze is €1,49. Nou, als je tandpasta meeneemt, dan moet je natuurlijk ook tandenborstels meenemen. Ook handig voor op reis, want dan heb ik niet altijd zin om mijn elektrische tandenborstel mee te nemen. En dit is meteen ook een family pack. En deze was €1,79. Nou, dan iets waarvan ik eigenlijk hoopte dat ik het nooit echt nodig had. Maar helaas is dat nou eenmaal wel zo. Muggenspray. Dit is de Tropical Dry Spray van Autan. Ik weet niet of dat een goed merk is. Ik heb het nog nooit eerder geprobeerd. Ook hiervan laat het weten in de comments als je hier meer over weet. Ze hadden hier van twee verschillende soorten trouwens. Je had er eentje die tot 4 uur beschermt. En dit is er eentje die tot 8 uur lang beschermt. Deze was €4,59. Daarbij heb ik dan ook maar meteen een SOS Insect Gel genomen. Dat klinkt meteen heel intens. SOS! Dit is natuurlijk voor wanneer je al gebeten bent. Overigens ook als je gebeten bent door kwallen. En dan helpt het eigenlijk een beetje om de pijn of de jeuk te verlichten. Wat ik fijn vind is dat het gewoon zo'n heel klein tubetje is. Die kan je echt makkelijk meenemen op reis. En deze is €1,49. Dan heb ik ook een handzeeppouch meegenomen. Dit is eigenlijk zeg maar een navulverpakking. Ik heb namelijk een hele leuke dispenser, maar die heb ik eigenlijk nog nooit gevuld. Dus die staat heel leuk nu bij mijn keuken. Maar ja, iedereen probeert die dan. En dan, oh ja, sorry, ja, hij doet het nog niet. Gebruik deze zeep maar, weet je wel. Heel onhandig. Dus ik ga hem nu eindelijk vullen. En dat ga ik doen met deze Caring Handwash van Dove. Eigenlijk bedoeld om een... om zo'n standaard Dove fles mee te vullen. Nou, en zo verbruik je dus ook minder plastic. En deze was €1,79. Dan heb ik ook een grote pot vaseline meegenomen. Ik zeg grote pot. Nou, dit is echt een joekel. Echt een joekel van een vaselinepot heb ik meegenomen. En deze was, ik weet niet waarom ik dit ga ruiken. Want het is echt niet special. Het is ook niet per se een zomerartikel of zo. €2,99 voor dit joekel. Wattenschijfjes, ook zoiets standaards en ook zoiets waar ja, ik altijd wel weer nieuwe van haal om de zoveel tijd. Deze zijn €49. Ook zo'n standaard zomerartikel zijn natuurlijk wegwerp scheermesjes of überhaupt gewoon scheermesjes. Niet dat je in de winter niet hoeft te verzorgen op die manier. Maar in de zomer sta je daar denk ik toch net iets meer bij stil. Dan moeten de beentjes ook gedaan worden, hè? Want die worden weer gezien. En dit is een pakket van nou echt wel 12 wegwerpmesjes. Dus super handig.
handig. Zeker ook voor op reis. En dit was dus €5,95 voor 12 van die mesjes. Super fijn. Dan heb ik ook vochtig toiletpapier meegenomen. Deze was €1,17. Is van Page. Biologisch afbreekbaar. Plasticvrije doekjes. En wat staat hier nog meer? 100% bewezen doorspoelbaar. Ook belangrijk. Ja, toch? Nou, helemaal goed, jongens. En ik vond dit echt een hele zomerse verpakking. Dus eigenlijk werden mijn ogen hier gewoon naartoe getrokken. En dacht ik, ja, neem ik ook mee. En deze waren €1,17. De laatste itempjes. Allereerst even deze interdental brushes, ofwel ragertjes. Die vind ik normaal gesproken best wel prijzig in de winkel. Dus ik dacht, ja, ik neem ze toch gewoon een keertje mee van de Action. Is altijd net even wat cheaper. Ik weet alleen niet of dit voor mij de juiste zijn. Voor mij is die rager best wel dik. 2,5 millimeter. Ik weet het niet. In ieder geval 7 stuks voor 99 cent. Helemaal goed. Nou, dan gaan we afsluiten met twee heerlijke zomerse kleurtjes. Namelijk deze nagellakjes in het lila en het mintgroen. Zoals je ziet, mintgroen. Helemaal mijn ding. Dat is ook waarom ik hem mee heb genomen. Soms dan kan er wat misgaan. En dan is het fijn als ik hem precies in dezelfde kleur een beetje zelf kan bijwerken. Maar ik vond dit ook gewoon een hele leuke kleur die ik niet kon laten liggen. Ik heb er twee meegenomen. Ze zijn €1,99 per stuk. Heerlijk die pastelkleurtjes voor deze tijd van het jaar. En dat waren dan ook meteen de laatste items binnen deze shoplog. Ik vond het heel leuk om te focussen op de zomer. Want ik heb echt helemaal zin in de zomer. Ik hoop jullie ook. Ik ben heel erg benieuwd welke van deze items jullie favoriet is. Maar laat het me vooral ook weten als er nog iets is wat ik ben vergeten binnen deze zomer beauty shoplog. Wat is namelijk voor jou echt een beauty item dat je niet kunt missen tijdens de zomer? Laat het weten in de comments. Vergeet verder niet om een duimpje omhoog te doen. En natuurlijk te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk weer tot snel. Doeg!